Dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Zoals jullie weten heb ik al een paar keer aangekondigd dat de Aldi dus vanaf aanstaande zaterdag hun vuurwerk gaat verkopen. Wat ik ook heb aangekondigd is dat er momenteel heel veel leverproblemen zijn met betrekking tot categorie 1 vuurwerk. Zo staat er bijvoorbeeld volgens mij van Vulcan nog steeds heel veel containers klaar die pas op 6 januari geleverd gaan worden. En zo zijn er nog veel meer merken en importeurs die problemen ondervinden momenteel van de levering van categorie 1 vuurwerk. Leslie heeft daar zo te zien ook problemen mee. Ik ga jullie nu even meenemen naar de site van de Aldi namelijk. Die is zojuist online gekomen. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Kunnen jullie ook kijken. En er is best wel slecht nieuws. Maar daar kom ik zo meteen even op. Het is natuurlijk Leslie wat vuurwerk verkoopt bij de Aldi en Weco bij de Lidl. En waar je voor moet uitkijken, jongens, is dat, dat je dus straks knetterlint gaat kopen bij de Aldi. Wat uiteindelijk heel slecht blijkt te zijn. Dus ik zou altijd je bonnetje bewaren nadat je bij de Aldi bent geweest. En zeker even testen. En als het dan tegen blijkt te vallen, breng ze dan gewoon weer terug. Want bij de Lidl van Weco lag de batch er van 2020, dacht ik. En dat zijn nog de goede knetterlinten. Bovendien lijkt het erop dat Leslie of ook leverproblemen heeft. Of ze willen de rest van de artikelen zoals fonteinen en zo bij normale winkels plaatsen. Zoals de Intertoys, etc. Ik ga jullie even meenemen naar de site namelijk. Gaan we even naar beneden. Hij is zojuist online gekomen. Dan zien jullie dus slechts 6 vuurwerkartikelen opstaan. Waaronder de knetterkogels. Nou, daar heb ik vorig jaar een pakje van gehaald. Maar die vind ik gewoon heel erg tegenvallen. Is meer karton dan dat het echt wat doet. Dus daar ben ik niet zo fan van die knetterkogels. Ik was meer fan van die knetterballen van de Aldi altijd. En die rode grote, die XXL. Maar helaas, ik vind ook 50 of 45 stuks voor 5 euro vind ik ook behoorlijk duur. Maar helaas, het is niet anders. Ik denk wel dat ik ze laat liggen. Misschien neem ik ze toch voor de video voor jullie om ze toch even uit te testen. Wat we ook zien zijn de Knetterkings. Nou, dat zijn de oude vertrouwde, hoop ik. Ik heb zelf nog de badge van 2018 liggen hier. Zitten er 24 in voor 7 euro. Waren altijd best wel goed, maar zo uit mijn hoofd gezegd waren ze vorig jaar 1 euro goedkoper. Waren ze zelfs 5 euro. En het jaar daarvoor zelfs volgens mij 4 euro. Kan het ook mis hebben, maar dat gevoel krijg ik. Dus al met al lijkt het erop dat de prijzen heeft verhoogd. Leslie eigenlijk. Wat we ook zien zijn natuurlijk gelukkig de ratellinten. Waren die er dit jaar niet bij de Aldi, dan denk ik dat ik niet was langsgegaan. Of zou langsgaan. Ratellinten zijn 4 euro geworden, jongens. Die waren vorig jaar 3,50 en het jaar daarvoor zelfs 3 euro. Dus dat houdt in dat nu 1 karton ratellinten dus 200 euro kost. En dat is echt een bizarre prijsstijging. Ook als je kijkt naar de Lidl, daar is het wel gewoon nog 3 euro. Maar wat ze wel hebben gedaan, wat ik trouwens heel erg goed vind, is dat ze dus per artikel mag je er maximaal 4 van kopen per persoon. Waardoor je dus niet meer een hele kartonnen kan weghalen. Ik weet dat wij altijd die reacties krijgen van mensen die denken dat wij de hele winkels leeg shoppen. Ook weer onder de video van de Lidl. Maar dat is dus niet zo. Of we informeren van tevoren bij die desbetreffende winkel van hey, kunnen jullie wat achterhouden? En anders gaan we gewoon meerdere vestigingen af. Zo zijn er bijvoorbeeld van de Lidl zijn 460 vestigingen, dacht ik uit mijn hoofd. Dus bij alle winkels zou dan 1 karton knetterlinten moeten liggen. Bij de Aldi is dat ook zo. Er ligt dus 1 karton knetterlinten per vestiging. Heel bizar eigenlijk, want je mag maar uit mijn hoofd gezegd 250 kilo in de winkel hebben staan. Ze zijn dus 4 euro geworden voor 60 stuks. Ze begonnen toen de tijd op 2,50 euro. Ik was namelijk jaren geleden de allereerste die een video maakte over het vuurwerk van de Aldi. En toen begonnen ze op 2,50 euro, jongens, voor 60 stuks. En besef even dat dat dus nog de goede badge was. De knetterrotjes, een paar jaar geleden natuurlijk nieuw. Zijn op zich wel leuk. Ik ben zelf, als je kijkt naar knetterrotjes, meer fan van de kortsluiters. Die zijn echt goed. Al moeten we ook dit jaar natuurlijk weer even afwachten met de badge van dit jaar. Die zijn 5 euro voor 80 stuks. Ik weet even niet hoe duur ze vorig jaar waren. Ik heb er niet echt op gelet. Maar ik heb het gevoel dat alles zo'n beetje omhoog is gegaan in prijs. Wat we ook zien zijn de bonbonnetjes.
ben ik ook niet zo'n fan van. Ik had namelijk volgens mij vorig jaar een video gemaakt waarin het erop leek dat de bonbonnetjes hetzelfde zijn als de nitro's die ernaast staan. En de nitro's zijn 20 stuks of 10 stuks voor 4 euro en de bonbonnetjes voor 4,20 euro stuks. Maar goed, we gaan ze gewoon dit jaar halen. Ik wil gewoon al het vuurwerk eigenlijk getest hebben. De reden waarom het vuurwerk minder is aan het worden is eigenlijk omdat ze dus vanaf dit jaar streng aan het controleren zijn op de regelgeving met betrekking tot categorie 1 vuurwerk. Categorie 1 vuurwerk mag namelijk niet meer uitstoten van vonken, et cetera, buiten 1 meter. Dus als je een fontein hebt, mag buiten die meter mag er dus geen knetters komen of in ieder geval vonken, om het zo veilig te houden. En tot vorig jaar gooiden die Chinezen er gewoon veel meer kruid in, zodat het heftiger was. En nu zijn ze dus helaas daarop aan het controleren, waardoor we dus veel minder kwalitatief gezien categorie 1 vuurwerk zien. Helaas. Want daardoor zien we ook veel slechtere ratellinten. Ik noem ze dus pruttellinten. Want jullie hebben het gezien, alle winkels, hoe slecht het wel kan zijn. Dit zijn dus de producten die nu bij de Aldi, die aanstaande zaterdag bij de Aldi te koop zijn. Neem ik even niet de veiligheidsbrillen en aansteeklonten mee natuurlijk. Maar wat de grootste missers zijn, wat echt ontbreekt, zijn de fonteinenzakken natuurlijk. 10 euro normaal in een hele zak, of 10 euro voor een hele zak. En die ontbreekt nu gewoon. En daar baal ik gigantisch van. Want ik vond zelf persoonlijk de fonteinen van de Aldi altijd super goed. Vorig jaar niet. Ik heb ze namelijk nog teruggebracht met Jordi. Maar die ontbreken dus. Er zijn dus slechts maar 6 artikelen. En ik weet, als jullie ons op Instagram volgen, dat de planning wel was dat ze die fonteinen zouden verkopen. Maar ineens vorige week kwamen ze dus ineens op 6 artikelen. Dus het lijkt erop dat er of een aantal containers te laat aankomen van Leslie, of dat ze gewoon besloten hebben om de restanten van de fonteinen elders weg te zetten. Bijvoorbeeld bij, noemen ze even wat, een Albert Heijn straks bijvoorbeeld, de laatste week van het jaar. Of bij de Jumbo, want dat zie je nu al. Hè? Weco die dropt hun vuurwerk ook af bij andere winkels, waardoor we zien dat de Gromloemen en de Streetshow pakket die bij de Intertoys lag natuurlijk voor veel meer aangeboden kan worden. Want bij de Lidl is iedereen natuurlijk stuntprijzen gewend. Maar al met al is dit dus het vuurwerk wat er nu is aangekondigd voor aanstaande zaterdag. Dat staat er ook verkrijgbaar vanaf zaterdag 18.12. En als het goed is, staat hier ook nog iets over 4 artikelen. Nee, dat staat hier dus niet. Iedereen vraagt ook altijd onder de video's hoe oud moet je zijn. Nou, je moet er 14 jaar voor zijn, jongens. En je moet je idee meenemen, zo te zien. Ze krijgen dus 2 leveringen. Mocht je voor deze niet kunnen, omdat je bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd hebt of wat dan ook. Ze hebben dus 2 leveringen op de 18e, dat weet ik zelf persoonlijk, en op de 20e van december. Dus 2 dagen later. Dus mocht je geen ratellinten kunnen scoren, ga dan de maandag er direct naartoe, want dat is de allerlaatste kans dat je dus de ratellinten kan krijgen. Ik ben wel benieuwd hoe ze zullen zijn, dus hou ons YouTube kanaal in de gaten, want aanstaande zaterdag zullen we in de ochtend direct een video online zetten zoals ieder jaar. Jullie kunnen dat echt van ons gewend zijn, wij maken al jarenlang die update van hey, hoe is het vuurwerk van de Aldi en de Lidl. En van de Aldi gaan wij direct testen. Ik zou zelf ook halen, maar hou je bonnetje dus bij de hand jongens, gooi hem niet weg. Want mocht het slecht zijn, breng ze gewoon weer terug. Echt waar, want het verschil is echt heel erg groot. Thanks in ieder geval voor het kijken naar deze korte update. Link van deze site van de Aldi staat in de beschrijving. Kunnen jullie ook even je dingetjes doornemen. Morgen gewoon weer een andere video jongens. En overmorgen komt de video van deze site online. Of van deze winkel. Thanks voor het kijken. Tot morgen.